ik 13 werd, was ik opgepakt. Toen moest ik 2 dagen vastzitten. Omdat ik op een fiets had gereden die niet eerlijk was. Zelfs als iemand je kuit aanraakt, of je arm of je teen, kan dat echt in je hele lichaam een enorm effect hebben. Als het niet belangrijk was, als je het niet nodig had om je gezond en fijn en prettig te voelen, dan waren we wel zonder al die zenuwen en zonder al dat gevoel geboren. Hier zo iets korter en hier ook iets korter, zoiets. En ik heb Jules La Tourette. Oh. En dat is een soort een ziekte, maar eigenlijk gewoon een symptoom. Ik bedoel een syndroom. En dan moet ik hele rare bewegingen maken. En de winnaar is Menno Otte met Hoofdzaken. En dat is Menno. Dankjewel. Volgens mij vorige week kreeg je ook te horen dat je met dit de Prix de Jeunesse had gewonnen. Ja, dus heel vereerd. We hebben veel prijswinnaars. En dan moet ik je iets kwijt, Menno. Dit is de derde keer dat je de award wint. Eerst de DDG Award en nu dan. Dus je mag niet meer terugkomen. Ik mag niet meer terugkomen. Ja. Nee, okay. Het is nu klaar. Ik stop hier nou ook met alles maken. Ik laat er alles van. Je bent genomineerd voor korte documentaire. Ja. Het had eigenlijk ook voor 1-camera-regie kunnen zijn. Want het is een televisieserie eigenlijk van korte filmpjes. Wat zou je het documentaire aspect van dit format noemen? Ja, volgens mij is het volledig documentaire. We weten op voorhand een klein beetje de insteek van het verhaal van de kinderen die we krijgen. Maar we laten eigenlijk het gesprek zijn beloop gaan. En gedurende het gesprek kunnen we alle kanten op gaan. Dat wat het kind ons brengt. Maar wat voor mij ook een heel belangrijk documentaire aspect is, is dat de hoofdreden van dit ding is toch het kijken naar die kinderen. En het echt proberen te doorgronden van die kinderen. En daar ook de tijd voor nemen. En de stilte en de kleine momenten die er zijn die kinderen hebben met zichzelf, met een eigen spiegelbeeld, of met Marco, de kapper. En daar is heel veel documentair voor mij. Dus het is, Want je creëert eigenlijk een hele statische situatie. Ja. Een kapperstoel, een kapper, een spiegel. Ja. En vervolgens daarbinnen is dan de kans om het documentaire moment tot stand te laten komen. Ja, het is reten strak. Het is werken, ze zitten stil, er is een spiegel, er is alles is van tevoren. Hè. Er is alleen maar zij en hun eigen spiegelbeeld. En daarbinnen is er dus ruimte voor dat al het kleine gaat optellen. Hoe klein de beweging of hoe klein het gesprek of hoe klein de oogopslag of hoe klein het wegdraaien of het alleen zitten of het stil zijn. Dat gaat allemaal optellen, juist omdat er zo weinig te zien is. En hoe casten jullie de kinderen? Zit daar een soort van idee achter? Is ook diversiteit dan bijvoorbeeld een soort item? Ja, zeker. Ja. Sophie van Keinigem die cast het. Die is daar eigenlijk vrijwel bijna 3/4 van het jaar mee bezig om de casting goed te krijgen. De casting is op verhalen allereerst. Dus de kinderen melden zichzelf aan. Daar komt wel een bepaald type verhaal uit voor kinderen die denken dat ze belangrijk zijn. Of kinderen die beroemd willen worden. En dat zijn natuurlijk vaak niet altijd per se alleen maar de interessantste kinderen. Er zitten ook soms wel interessante verhalen tussen. Maar dus we gaan ook heel actief op zoek. En omdat diversiteit een rol speelt, betekent dat we in AZC moeten gaan. We gaan naar de Schilderswijk toe om daar op zoek te gaan naar goede verhalen. Ik bedoel, de goede verhalen komen vaak niet altijd naar je toe. Per se zeker niet, omdat het ook de VPRO is dat het meteen naar je toe komt. Veel van de kinderen van die leeftijd kijken ook niet met televisies, maar de vraag of ze hun weg weten te vinden, ook naar het internet. Dus we moeten ze echt ook zoeken, hands-on. En daar zijn we heel veel mee bezig, mm-hmm. En Marco, degene die eigenlijk je interviewer is, wat weet hij van de kinderen als hij ze gaat interviewen? Dat hangt voor mij een klein beetje af van het verhaal van het type kind. Hij heeft een oortje in. Dus eigenlijk elke vraag die ik hem stel of dat wat ik tegen hem zeg, dat kan hij direct horen. En die vragen stelt hij ook vaak. Ik
ik ben er voorzichtig mee. Zoals het jongen met de Gilles de La Tourette, er was weinig informatie van tevoren, waardoor hij eigenlijk ook op het puntje van zijn stoel gezet wordt van, oh, oké, ik heb hier een schaar in mijn hand en elk moment kan hij een tik hebben, dus ik moet ook oppassen. En daar speelde ik dan ook een spel. Dus het is voor hem ook een documentaire moment eigenlijk. Ja, we hadden in het tweede seizoen een meisje die, Elodie, die opgevoed is door een moeder die een crackjunk is, alleen de opvoeding van die kinderen doet. Zij geeft die kinderen te eten 's ochtends, brengt die kinderen naar school toe. Haar moeder komt 's nachts prostitueert zichzelf, komt 's ochtends vroeg thuis. Een heel heavy verhaal. Dan is de vraag, wat geef je daarvan aan Marco? En dan is het heel erg doseren van, ja, ik wil ook dat die impact bij Marco binnenkomt. Want dan komt er ook ruimte voor stilte bij Marco. En dan voel je ook Marco's pok in zijn keel. En daar kunnen we op inspelen. Dus dat is soms lastig, soms gaat het mis. Soms, maar dat is elke keer weer een afweging. Dus wat dat betreft is het vooral ook spelregie bij Marco in zekere zin. En stilte is belangrijk, hè? Want je gebruikt de spiegel eigenlijk ook om stilte te creëren. Door ze alleen met de spiegel achter te laten. Het is een beetje de geheime agenda van de serie is toch wel dat ik wil dat er een bepaald soort, ook zeker voor die kinderen, een bepaald soort rust op televisie komt. Of zo, om het zo maar even te noemen. Ik wil niet zeggen dat het allemaal geweld is. Maar ik herinner me wel van mijn drie dikke dames op zondagochtend bij de VPRO. Had ik het gevoel dat mijn filmervaring, met televisieervaring rustiger was of zo. En op een of andere manier vind ik het fijn dat we een programma hebben gemaakt. En je ziet ook dat het internationaal werkt, die rust en die verstilling. En die stilte werkt. Ik denk dat daar gewoon ook behoefte aan is om en naar kinderen te kunnen luisteren en gewoon naar ze te kunnen kijken. En dat niet op te fokken met hele ingewikkelde dingen en animaties en snelle montages. Gewoon je tijd nemen om te luisteren naar die kinderen en wat ze te vertellen hebben. En die verhalen zijn zo, ik bedoel, dus elke draaiperiode vind ik heel intens. Omdat die verhalen die ze hebben en de dingen die ze op die leeftijd meemaken en hoe ze altijd maar weer veerkrachtig in dat leven staan op dat moment. Iets waar we volgens mij ook als volwassenen veel van kunnen leren. Ja, veerkracht komt veel terug inderdaad. Ja. Het zit vaak het verborgen een beetje in de hele lijn van de VPRO. Ja. Hoe denk je dat je collega's het hebben gevonden om op je te kunnen stemmen? Ik weet niet eens of, ik weet ook niet vaak of, ik vind het goede kindertelevisie, dus ik ga zeggen, ik weet niet of goede kindertelevisie ook altijd per se door kinderen gezien worden. Ik denk dat heel veel goede kindertelevisie ook vooral door volwassenen gezien wordt. En Dus ik weet het niet. Ik ben heel vereerd dat ik deze keer hier zit. Vorige keer zat ik ook met een kappersidee en een keer daarvoor met een hele, wat mij puristische, zware documentaire. Dus ik ben heel blij dat mijn collega's een kinderserie omarmen en dat ze dat mooi vinden. Want ik vind het ook heel mooi. Heel goed, Menno. Ja. Dank je wel.